Ze staat mee aan het hoofd van een van de grootste logistieke en transportbedrijven in België en heeft zelf op het Onze Lieve Vrouw Lyceum van Genk gezeten. Hilde Essers is de geknipte persoon om deze editie van Ondernemers voor de Klas af te trappen. Het was inderdaad 28 jaar geleden dat ik hier nog ben geweest, dus dat was een heel periode. En ik vond het ook wel fijn om de leerlingen te vertellen wat er in heel die periode is gebeurd met mij, wat ik allemaal heb gedaan en ondernomen. En de zesdejaars economie zijn wel degelijk geïnteresseerd in haar verhaal. Van die spotkanswalbedrijven allemaal, hè. Ik zie er nu niet zoveel reclame van. Nee. Hoe werkt het op zich? Van DHL zit nu wel hier en daar. Die hebben een ander budget, hè. Een heel klein budgetje. Ja? Ja. Ja, reclame. Allee, onze camions zijn onze reclame. Allee, dat is voor mij al een... Die rijden overal rond. Allee, ja, dat is ons beste reclamemiddel eigenlijk. Dat is eigenlijk een economieles wat we gehad hebben vandaag. Ja, ik vond het wel heel interessant. Ja, wat heb je er vooral van opgestoken? Ja, dat marketing toch meer complexer is dan ik verwacht had. En ik ga dat studeren, dus ja. Ik vond het heel fijn, zodat je eens kunt kijken hoe dat een echte ondernemer aan het werk gaat. Hè. Ik vond het boeiend. En ja, het spoort mij zeker aan om verder te studeren en een goede studie af te leggen. En die bewustmaking is ook de voornaamste bedoeling van Vlaio, dat Ondernemers voor de Klas organiseert. Uiteindelijk willen wij ondernemende attitudes creëren, dus ondernemerschap. We willen er eigenlijk niet allemaal zelfstandig van maken, dat is niet de bedoeling. Maar wij willen nu wel het ondernemerschap, ondernemende attitude meegeven. Dat is onze bedoeling. Al zijn er toch ook die nu al de microben te pakken hebben. In die richting, bedrijfswereld, bedrijf opstarten, zou wel ideaal zijn. En zoiets zo groot, maar het gaat om zoveel geld, ja, dat zou wel ideaal zijn. Hè? We zullen zien. Hè? De komende 2 weken staan 250 ondernemers voor de klas in Vlaanderen.